klacht van de dag. Ik ben Marlies en ik werk als klachtbehandelaar bij de Nationale Ombudsman. Mijn klacht van de dag is een telefoontje van een mevrouw die aangaf dat ze een aanslag voor gemeentebelasting heeft gehad, maar te weinig inkomen heeft om het te kunnen betalen. En daarom heeft ze kwijtschelding aangevraagd en dat verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Tijdens ons gesprek bleek dat het verzoek is afgewezen omdat ze onlangs een auto heeft gekocht. En die auto telt mee als vermogen en daarom is de aanvraag afgewezen. Toen ik even doorvroeg, bleek dat de auto door haar ouders is betaald omdat zij mantelzorger is voor haar ouders. En daarom heb ik contact met de gemeente opgenomen en ik heb uitgelegd dat dit de reden is dat er onlangs een auto is aangeschaft. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan besloten om alsnog de kwijtschelding toe te kennen en een uitzondering te maken voor deze mevrouw. Mijn tip is om, als je twijfelt of je in aanmerking komt voor kwijtschelding, contact op te nemen met sociaal raadslieden bij de gemeente. Die kunnen daarover adviseren. Ik ben Renier van Zutphen. Ik ben de Nationale Ombudsman. Met 170 collega's staan wij klaar als het misgaat tussen u en de overheid. U kunt ons bellen, iedere dag. Hebt u een klacht, laat het ons weten.